Welkom bij een nieuwe wiskundeles. Vandaag gaan we cijferen een kommagetal delen door een ander kommagetal. We maken eerst enkele afspraken bij cijferen. Schrijf alle cijfertjes mooi onder en naast elkaar. Gebruik een potlood en een latje of een geodriehoek. Schat voor je begint te cijferen en controleer je oefening als je klaar bent. De opgave die we krijgen is 917,224 gedeeld door 3,12. Je weet dat je eerst moet schatten. 3,12, daar maak je makkelijk 3 van. Iets dat makkelijk deelbaar is door 3 is 900. 900 gedeeld door 3, een goede schatting van 300. Vervolgens noteer je de T-vorm. Je vult je deeltal in. Vergeet je komma niet en duid die komma maar meteen aan met een fluolijntje. Vervolgens schrijf je je deler in. 3,12. Maar opgelet, we hebben een probleem. Moppersmurf zegt, ik haat komma's in de deler. De komma in de deler gaan we wegwerken. Hoe kunnen we dit wegwerken? Maal 100 doen. Door maal 100 te doen, schuift onze komma 2 plaatsen op naar rechts. Zo, maar je ziet meteen dat ook de komma verschuift in het deeltal. Als je deler maal 100 doet, moet ook je deeltal maal 100 gedaan worden. Nu staat ons fluolijntje op de oorspronkelijke plaats van de komma. De komma is opgeschoven, dus we moeten met een andere kleur een fluolijntje gaan trekken. Waar de komma nu staat, is onze kommalijn. Je mag het er zeker boven schrijven. Waar de fluolijn ervoor stond, dat wordt onze restlijn, waar de komma op zijn oorspronkelijke plaats stond. Zo, we kunnen eraan beginnen. Je mag beginnen met je tabel. 0 keer 312 is natuurlijk 0. 1 keer 312 is 312. Dat is makkelijk. Het wordt een beetje moeilijker. 2 keer 312 is 624. Je weet dat je hiervoor zeker een vast gezakrekenmachine mag gebruiken. 3 keer 312 is 936. 4 keer 312 is 1248. 5 keer 312 is 1560. 6 keer 312 is 1872. 7 keer 312 is 2184. 8 keer 312 is 2496. En 9 keer 312 is 2808. Goed, nu we dit hebben, kunnen we beginnen cijferen. Hoeveel keer past 312 in 9? 0 keer. Dat gaat dus niet. We gaan dus twee cijfertjes moeten samennemen. Hoeveel keer past 312 in 91? Ook 0 keer. Dat gaat dus niet. We gaan dus drie cijfertjes moeten samennemen. Hoeveel keer past 312 in 917? Dat is 2 keer als je goed in de tabel kijkt. Want 2 keer 312 is 624. Noteer de cijfertjes mooi onder de andere cijfertjes zoals we hebben afgesproken. 917 min 624 is 293. Je laat de 2 zakken. Je gaat nu voorbij de fluolijn van de restlijn. Die heb je nu nog niet nodig, want dat is voor onze rest. Hoeveel keer past 312 in 2932? Dat is 9 keer. Want 9 keer 312 is 2808. Als je hier de minoefening maakt, is dat 124. Je laat opnieuw de 2 zakken. Je krijgt nu 1242. Hoeveel keer past 312 daarin? Dat is 3 keer. Want 3 keer 312 is 936. Je doet een minoefening. En dan krijg je 306. Je gaat nu voorbij de kommalijn.
Je gaat voorbij de comma-lijn, dus je noteert meteen je comma in je quotient. Je laat de 4 zakken. Hoeveel keer past 312 in 364? Dat is 9 keer. Je schrijft de 9 op, want 9 keer 312 is 2808. Je doet een minoefening en je krijgt 256. Oké, je bent klaar. Alleen, denk aan je rest. De restlijn staat voor de 2. De 2, daar komt dus een kommaatje voor en daarvoor staat niets, dus 0. De goede rest is dus 0,256. We kunnen dus als conclusie 917,224 gedeeld door 3,12 is 293,9 met als rest 0,256. Na je cijferoefening hebben we afgesproken dat je moet controleren. Een eerste manier van snelle controle is vergelijking met schatting. Wij hadden geschat dat het ongeveer 300 zou zijn. Onze uitkomst is 293,9 en die ligt daar heel dichtbij. Een grote kans dat onze opgave juist is. Een grote kans is nog niet goed genoeg. We gaan pas 100% zeker zijn als we de omgekeerde bewerking maken. De omgekeerde bewerking krijg je door het quotient te vermenigvuldigen deze keer met de deler. 293,9 maal 3,12. En als je dat uitrekent, doe dat gerust met je zakrekenmachine, dan krijg je 916,968. Dat klopt nog niet met ons deeltal. Want we zijn onze rest vergeten. Onze rest moeten we er nu nog bijtellen. Dus plus 0,256. En dan krijg je 917,224, ons deeltal. We weten nu zeker dat onze cijferoefening correct is. Nog een manier van controle is de negenproef. Let op, met de negenproef controleer je niet de plaats van de komma. Je begint met je kruis te tekenen. Bovenaan komt je deler. De deler is 3,12, of met andere woorden 3 plus 1 plus 2 voor de negenproef. Dit is 6. Onderaan komt het quotient, of 293,9. Of voor de negenproef 2 plus 9 plus 3 plus 9. Negenproef 9 is een speciaal getalletje. 9 is 0. Dus eigenlijk mag je de 9 schrappen en ook achteraan mag je ook nog een 9 schrappen. Blijft erover 2 plus 3. En dat is 5. Links ga je nu de deler en het quotient van je negenproef gaan vermenigvuldigen. 6 maal 5. En dat is 30. Hier mag je zeker en vast niet vergeten om nog je rest bij te tellen. Dus het wordt 30 plus 0,256. Die 0, die moet je eigenlijk niet bijtellen. Ook de 0 van de 30 moet je niet bijtellen. Dus nu krijg je 3 plus 2 plus 5 plus 6. Als je nu goed kijkt, kan je de 6 en de 3 samen nemen en dan krijg je 9. Dus mag je eigenlijk samen schrappen. Blijft er staan 2 plus 5. En dat is 7. Als laatste ga je rechts het deeltal optellen. Deeltal was 917,224. Of met andere woorden, 9 plus 1 plus 7 plus 2 plus 2 plus 4. De 9 mag je al meteen schrappen, want die is 0 in de 9-proef. En als je nu goed oplet, zie je ook de 7 en 2. 7 en 2 vormen samen 9, dus dat wordt ook 0 samen, mag je schrappen. Dan blijft er enkel nog 1 plus 2 plus 4 over, en dat is 7. De 7 links en de 7 rechts zijn gelijk, zowel 7 links als 7 rechts. Dat betekent dat onze opgave juist is. Let op, nu hebben we de plaats van de komma niet gecontroleerd. Ziezo, nu kan je zelf kommagetallen cijferend delen door andere kommagetallen. Heel veel succes!